willen we eigenlijk een vraag stellen die denk ik bij heel veel van onze kijkers speelt. En dat is, wat doet de 50PLUS bij een platform wat vooral studenten en jongeren moet informeren over hun stemkeuze? Ja, dat is heel grappig. Dat vragen natuurlijk heel veel jongeren aan mij. En we hebben nu, er is nu net een stemwijzer gelanceerd van het Algemeen Dagblad. En daar blijkt dus dat er heel veel jongeren inderdaad al op 50PLUS uitkomen. Want we doen eigenlijk best wel heel veel voor jongeren. We willen namelijk de basisbeurs terug. We willen ook heel erg zorgen voor het klimaat, zodat jongeren natuurlijk straks ook nog steeds een mooi Nederland hebben. We willen zorgen voor goede ouderenhuisvesting, wat de doorstroom weer op gang brengt op de woningmarkt, zodat ook starters weer een huis kunnen vinden. Het minimum jeugdloon moet omhoog. We willen heel erg zorgen ook voor jonge gezinnen, dat de kinderopvang zeg maar gratis wordt. Dus er zit heel veel toch wel in wat voor jongeren ook interessant is. Want 50PLUS is natuurlijk niet alleen maar voor de huidige generatie 50PLUS'ers, maar ook voor jullie, voor de toekomstige generatie. Een 50PLUS jongerenpartij klinkt heel erg paradoxaal. Zo paradoxaal zelfs dat Rambam in 2013 of 2014 voor een grap probeerde op te richten bij 50PLUS. Dat is natuurlijk een tijd geleden, een nieuwe koers van de partij. Ja. Vindt u dat er plaats is voor een 50PLUS jongerenpartij? Zeker. En ik heb van de week het eerste debat gehad met Hanneke Schuurman. Dat is ons jongste lid. Die is 23 en die wil jong 50PLUS oprichten. Dat kan natuurlijk eigenlijk al wel als ze dat zou willen. Maar dat wil ze graag fysiek doen. Dus dan moeten we even wachten tot de coronatijd voorbij is. Maar ik denk juist dat het heel belangrijk is om vanuit verschillende invalshoeken naar politieke uitdagingen te kijken. Dus ik wil ze daar graag bij betrekken. Heeft u al gedachten voor namen? 20 nee, min? Nee. En ik vind ook dat ze dat zelf moeten bedenken. Daar zijn ze denk ik creatief genoeg voor om daar een mooie naam voor te verzinnen. Ja. Misschien een oorzaak van die rellen is dat er vooral een heel groot gebrek aan perspectief is onder de jeugd. Dus mensen weten niet meer wanneer ze op straat, wanneer ze eindelijk elkaar weer zouden kunnen zien. Nee. En daar is nog heel veel onduidelijkheid over. En iets wat wij veel om ons heen horen is een alternatief zoals leeftijdsgrenzen op coronamaatregelen. Dus een voorbeeld hiervan zou een maximum leeftijd op barren en clubs. Wat vindt u van dit soort ideeën? Nou ja, ik ben heel erg voor een inclusieve samenleving. Dus net zo goed als dat ik snap dat jongeren zeg maar graag weer perspectief willen, geldt dat voor iedereen. Dat geldt voor mij. Maar dat geldt ook voor mijn moeder die 77 is en ook al vanaf maart elke dag thuis zit. Dus ik denk dat we moeten kijken hoe we dat met elkaar willen en kunnen doen. Als ik naar mijn kinderen kijk, die willen dat helemaal niet gesegmenteerd hebben. Die zouden dat het liefst geïntegreerd hebben. En net zo goed als bijvoorbeeld in de zwembaden een tijdslot moest afspreken voor de volledige lockdown, waarin je kon gaan zwemmen. Dat was ook leeftijdsonafhankelijk. Zou je daar nou ook naar moeten kijken? Zo'n tijdslot is op zich niet verkeerd. Maar ik kan me wel heel goed voorstellen dat je niet alleen maar met een hele groep jongeren naar een restaurant wil of wil gaan zwemmen. Maar dat het ook fijn is om met je oma of je moeder dat een lunchje te kunnen gaan pakken bijvoorbeeld. Dus ik ben er wel heel erg voor om dat geïntegreerd te doen. Omdat jongeren nou het nou eenmaal in het dagelijkse leven altijd met elkaar optrekt. Worden heel mooi. Terugkeer van de basisbeurs. Ja. Jippie, daar word ik vrolijk van. Maar als u aan de coalitietafel zit, u bent 50PLUS, lijkt me niet uw grootste prioriteit. Wordt de basisbeurs dan een must voor uw deelname? Ja, voor mij zeker wel. En ik denk dat het eigenlijk helemaal niet zo moeilijk wordt in de onderhandelingen. Want we hebben natuurlijk alle andere partijprogramma's ook gescand. En zo'n beetje iedereen wil wel die basisbeurs weer terug. Dus ik ga er een beetje van uit dat als wij aan de coalitietafel komen, dat niet een heel groot probleem gaat worden. Maar anders ga ik er zeker echt gewoon heel hard voor strijden dat die er wel komt. Okay. Ja. We gaan even naar de toekomst kijken. Over een paar jaar, hopelijk, is het tijd voor mij om een huis te kopen. Ja. Nou, dan moet ik een rekensommetje maken. Een torenhoge studieschuld. Oeps. Een onzekere arbeidsmarkt plus een krappe huizenmarkt. Ja. Dat komt uit op Tim die waarschijnlijk geen koophuis kan kopen. Wat voor plannen heeft 50PLUS daarvoor? Nou ja, als die huizen er al zijn, hè? Want dat is natuurlijk de eerste vraag. Er zijn nu op dit moment 420.000 woningen tekort, waarvan een heel groot deel voor starters en waarvan een heel groot deel voor ouderen. En die hele woningmarkt die zit compleet op slot. Dus daar moeten we het eerst heel hard aan werken, dat er echt gebouwd wordt en gerevitaliseerd wordt, zodat er woningen voldoende beschikbaar zijn, ook voor jullie. En dus ook voor mijn kinderen, want anders blijven die ook eeuwig in huis wonen natuurlijk. Alhoewel ik dat wel heel gezellig zou vinden. maar dat is natuurlijk één. En ten tweede is het natuurlijk heel lastig. We zullen echt economisch moeten zien dat we die arbeidsmarkt gewoon weer op gang krijgen. Het klinkt allemaal heel mooi, ook de verhuurdersheffing eraf. Maar er zijn ook weer inkomsten van de overheid. En de overheid heeft ook COVID-crisis 45 miljard uitgegeven. Ja. En als ik het partijprogramma van 50PLUS lees, dan als het woord AOW ervoor staat, komt er iets achter. Dus de AOW gaat zelf omhoog, AOW 13e maand, AOW vakantiegeld, AOW leeftijd omlaag. Dit geld moet ergens vandaan komen. Ja. Het zou oneerlijk zijn als wij als jongeren dat allemaal zouden moeten gaan betalen. Vindt u niet? Zeker.
En ons AOW-plan, zeg maar, dat loopt uiteindelijk budgetneutraal tegen elkaar weg. Omdat we vinden dat mensen keuzevrijheid moeten hebben. Er zijn namelijk heel veel mensen, dat kun je vast voorstellen, die bijvoorbeeld, het zijn vaak mensen die hoog opgeleid zijn, die zeggen ik wil veel langer doorwerken. Laatst stond er in de krant een meneer, die is rechter, die is 70. En die zei ja, ik wil helemaal niet stoppen, maar ik moet stoppen. Als in Amsterdam. Ja, en zo zijn er heel veel mensen die langer door willen werken. Maar er zijn ook heel veel mensen die kunnen dat niet. Nou, dan zie je dus in het plan van een flexibele AOW-leeftijd dat dat in het begin wat geld kost, maar wij noemen dat geen kostenpost, maar een investering. En uiteindelijk loopt dat budgetneutraal tegen elkaar weg als je die AOW-leeftijd zeg maar flexibel maakt. Dus wij willen zo min mogelijk dat de burger zeg maar onze oplossingen moet betalen. Maar je zult denk ik wel gaan zien dat de meeste partijen geen sluitende begroting gaan presenteren. Dat kan ook niet met corona. Dus we zullen moeten ook niet bang zijn om de staatsschuld een klein beetje op te laten lopen. Maar een klein beetje? Als al die AOW-plannen door worden gevoerd, dat lijkt me niet een klein beetje. Nou, bij ons loopt dat nogmaals. Dan moet je dan straks maar aan de CPB-meneer vragen die komt. Loopt dat budgetneutraal weg? Dus wij proberen heel zorgvuldig met het geld om te gaan. En ook als je bijvoorbeeld kijkt naar de gezondheidszorg, hè, waar nu een enorme druk op staat. Waar je ziet dat de kosten natuurlijk de pan uitreizen. Bovenal op een begroting van 88 miljard. Een van de grootste begrotingen zeg maar van de overheid. Daar zie je ook dat die kosten nu natuurlijk ook torenhoog gaan. Daar zie je ook overigens dat als je bijvoorbeeld eens met elkaar even de rust zou nemen om te kijken naar wat is nou zinnige zorg en wat is nou zorg op de juiste plek, dat je heel erg veel bijvoorbeeld kan besparen. Een heel mooi voorbeeld is valpreventie, woningaanpassingen. Daar kun je al 65 miljoen structureel aan zorgkosten besparen. Maar dus een flexibele AOW-leeftijd, dus mensen die langer willen werken, en dan valpreventie of op sommige plekken bezuinigen, daar bouwt u uw hele economische plan op dat alles alle gaten dicht? Nee, dat gaat niet alle gaten dicht. Maar waar komt dan wel het extra geld vandaan? Zoals ik je net al zei, wij hebben gekeken naar een stukje ontwikkelingssamenwerking waar we iets kunnen doen. We hebben gekeken naar een stukje Europa waar we iets kunnen doen. We hebben vooral gekeken naar hoe kun je efficiënter en zinniger omgaan met bepaalde oplossingen. Want dat is wel denk ik iets waar veel te weinig naar wordt gekeken. En nog maar even, omdat het mijn portefeuille is, zorg. Als je kijkt, de afgelopen jaren is er heel veel geld geïnvesteerd in actieprogramma's rondom eenzaamheid, rondom langer thuis. Dat zijn incidentele actieprogramma's die ongelooflijk hoeveelheid geld kosten, maar niks opleveren. Dus ik denk dat je veel meer moet kijken ook waar kun je het efficiënter doen, beter doen en kosten besparen. En dan kom je ook een heel eind. Ja. Nou, willen we eigenlijk door naar de derde golf en dat is de klimaatcrisis. Ja. Ook iets wat studenten en jongeren heel erg aangaat, ja. Want het gaat natuurlijk over onze toekomst. En eind vorig jaar kwam er echt een vernietigend rapport van de Raad van State. Nederland haalt de klimaatdoelen van 2020 en de komende jaren niet. En volgens de Raad van State moeten we dus onmiddellijk veel meer maatregelen gaan toepassen om een inhaalslag te maken. Voor welke extra maatregelen wil 50PLUS zich inzetten om voor ons een leefbare planeet te creëren? Ja. Nou ja, we hebben natuurlijk ons te houden aan een aantal klimaatregels waar we afspraken over hebben gemaakt, ook het klimaatakkoord. Ik denk wel dat het heel goed is om bijvoorbeeld te kijken naar hoe kun je anders investeren in energie. Er schijnt een nieuwe vorm, en dat weten jullie denk ik veel beter dan ik, van kernenergie te zijn zonder afval, thorium, wat heel veelbelovend is. Daar zou je een studie naar kunnen doen om te kijken of we daar iets mee kunnen doen. De veestapel toch wel inkorten, want dat geeft een enorme hoeveelheid stikstof en CO2-uitstoot. Nou, zo zijn er denk ik heel veel maatregelen die te nemen zijn. Maar ik vind eerlijk gezegd ook qua klimaat dat ook partijoverstijgend en zelfs binnen Europa gewoon afgesproken moet worden. Want we hebben nu bijvoorbeeld de mooie maatregel dat we niet meer dan 100 mogen rijden tussen bepaalde uren. Maar als je dat als heel klein landje doet en de rest van Europa doet dat niet, ja, dan vraag ik me af wat het effect daarvan is. Dus ik denk, je ziet binnen Europa heb je een heleboel regels met elkaar. En je hebt ook allerlei ondersteunende bevoegdheden. En ik denk dat ook daar optimalisatie heel belangrijk is. Want een hoop mensen zeggen van ja, wat heeft Europa nou voor zin? Ik denk dat als we alles wat we binnen Europa met elkaar mogen doen, ook goed doen. En één daarvan is klimaatdoelstellingen met elkaar bereiken. Dat we ook daar veel meer kunnen bereiken. Oké.
In uw partijprogramma staat dat 50PLUS wil volgende generaties niet belasten met oneerlijke klimaatlasten. Dat heeft net uitgelegd. Ja. Landschapsvervuiling, logisch. En verouderde technologie als gevolg van te snel uitgevoerd klimaatbeleid. Mm-hmm. Dat klinkt voor mij een beetje krom, want ik zou liever dat we een paar windmolens hebben die wat verouderd zijn ten opzichte van het water dat tot Arnhem komt. Ja, maar de vraag is wat je daar dan op de lange termijn mee oplost. Kijk, de bedoeling is eigenlijk dat wij zeggen, er moet geïnvesteerd worden in de allernieuwste technologieën. Je kunt natuurlijk met elkaar bijvoorbeeld afspraken maken en dat gaan uitvoeren, terwijl dan tegelijkertijd gedacht wordt, oh, we hebben allemaal weer nieuwe technologieën en nieuwe zaken om het klimaat, zeg maar, te helpen. Maar dat is toch een cirkel, dan kom je nooit aan investeren doen. Dan zeg ik, oh, volgend jaar komt er weer iets nieuws uit en dan blijf je het maar uitstellen. Dat hebben we al 10 jaar gehoord met VVD. Nou, je hoeft het niet te blijven uitstellen, maar je kunt wel vrij snel overstappen op nieuwe technologieën. Als je nu bijvoorbeeld ziet dat die nieuwe vorm van kernenergie veel efficiënter en milieuvriendelijker is dan de windmolens, of veel meer oplevert, dan denk ik, ja, dan kun je nog blijven investeren in windmolenparken. Maar waarom zou je dat doen? Waarom zou je dan toch niet overstappen naar die nieuwe vorm van kernenergie? Moet ik trouwens ook nog goed uitleggen bij mijn achterban. Nou, we hebben het dus eigenlijk nu gehad over de 3 grote crisissen. De economische, de corona en de klimaatcrisis. Mm. En dit zijn eigenlijk allemaal onderwerpen waarbij de spanningen tussen generaties heel erg hoog oplopen. Zo zagen we illegale coronafeestjes georganiseerd door studenten en jongeren. We zien heel veel angst onder onze generatie om voor vergrijzing te moeten gaan betalen later in ons leven. En we zien eigenlijk een steeds op groter wordende oudere generatie die stemt tegen het klimaatbeleid wat onze aarde zou moeten redden. Dus die spanningen die lopen echt heel hoog op. En wij vroegen ons af of 50PLUS ook iets wil doen aan die generatiekloof een beetje overbruggen. Mm, ja, juist. Ik weet nog dat toen ik gevraagd werd voor 50PLUS, voor de zomervakantie, heb ik eerst gezegd nee. Omdat ik vond heel erg dat 50PLUS op deelbelangen zat. Dus eigenlijk alleen maar voor de huidige generatie 50-plussers. En als ik ergens een hekel aan heb, dan is het aan deelbelang. Omdat ik vind dat je naar gedeelde belangen moet kijken. Ik ben een aantal jaar werkzaam geweest binnen de FNV. En daar behartigde ik de belangen voor ouderen. En had je ook FNV Jong. En iedereen dacht dat wij de meeste tegenstellingen hadden. Maar hadden we helemaal niet. Wij waren altijd met elkaar eens. Omdat ik heel goed kon uitleggen dat het voor de opa's en oma's en de vaders en moeders van Jong heel belangrijk was om iets te doen. Maar andersom ook. En dan bleek uiteindelijk dat er helemaal niet zoveel tegenstellingen waren. En dat kinderen willen dat het hun ouders en hun grootouders goed gaat. En andersom ook. En ik vind het echt mijn taak om die nieuwe koers, zeg maar, bij 50PLUS, namelijk we doen het met elkaar en voor elkaar, juist te laten zien dat je vanuit 50PLUS heb je zorg voor 50min. Dat heb je in het dagelijks leven. Dus dat moet je politiek ook hebben. En dat is wel heel iets wat ik uit wil, heel erg iets wat ik uit wil dragen. Dus wat mij betreft horen generaties bij elkaar. En dat moet politiek ook tot uiting komen. Maar bent u niet bang dat het beeld wat jongeren hebben van uw partij en de naam alleen al eigenlijk een beetje de tegenstelling aangeeft en dat juist misschien mensen ook afschrikt van jonge leeftijd of denkt van, nou, dat is niet mijn partij, want ik ben jong. Ja, ja. Nou ja, daar begonnen we natuurlijk eigenlijk al een beetje mee. Ja. Dat mensen die nu uitkomen bij de stemwijzer van het Algemeen Dagblad op 50PLUS, wat moet ik daar nou? En die gaan dan inderdaad kijken. En, oh ja, daar ben ik het wel mee eens. Dus dat vind ik wel heel leuk. Daar ligt denk ik nog wel een weg te gaan om uit te leggen waarom wij 50PLUS heten en waarom we vanuit die zorg, zeg maar, ook voor de toekomst willen handelen. En ik hoop ook heel erg dat Jong 50PLUS daar straks aan kan bijdragen. Want dat is natuurlijk wel een belangrijk signaal om te laten zien. Kijk, waar we nu al mee begonnen zijn bij 50PLUS is om onze achterban mee te laten praten. En wat we straks een stap willen we maken, als we Jong 50PLUS hebben, dat we ook, zeg maar, Jong 50PLUS mee laten praten over dat wat wij in de Tweede Kamer doen. Dus wij doen continu achterbanraadplegingen over wat, ja, onze achterban wil. Maar het is ook buitengewoon interessant om straks te zien, oké, als wij iets bedenken met elkaar, wat vindt Jong 50PLUS daar dan van? Dus in die zin denk ik dat we langzaamaan toch al die brug gaan maken naar elkaar toe. En dat ook, je moet, weet je, je kunt het zeggen, maar je moet het ook laten zien. En dat is nu, daar is werk aan de winkel. Ja. En 50PLUS, kijk, D66 was vroeger natuurlijk echt de middenpartij. En dat is nu een beetje 50PLUS, hè? Sociaal een beetje links van het midden, economisch een beetje rechts van het midden. Welke één partij zou u, ik denk, met een vinger moet wijzen? Ik denk toch Partij van de Arbeid. Partij van de Arbeid. Ja. En waarin verschilt u nu wezenlijk van, als ik twijfel tussen 50PLUS en Partij van de Arbeid, waarom zou ik dan toch voor 50PLUS moeten gaan?
Nou, ik denk omdat 50PLUS een partij is die heel erg vanuit die zorg voor elkaar, zeg maar, gaat acteren. En ik denk ook omdat dat gedeelde belang heel erg belangrijk is bij ons. Je ziet toch bij de andere partijen, D66 zegt heel erg, wij zijn de onderwijspartij. Partij van de Arbeid is natuurlijk van oudsher wat meer voor de lager opgeleide. De VVD voor de ondernemers. En wij zijn er eigenlijk voor iedereen. Dus ook 50 min. Ook zeker 50 min, ja. Nou, we hebben in het interview dus die drie grote thema's besproken. De drie crisissen. En we vroegen ons eigenlijk af, welke van deze drie thema's is het belangrijkste thema voor 50PLUS? Wat een gemene vraag hebben jullie, zeg. Dat is wel echt lastig kiezen. Want kijk, economisch gezien, als je geen werk hebt bijvoorbeeld, dan voel je ook niet prettig. Maar als je niet prettig voelt, dan beïnvloedt dat je gezondheid. Dus ik denk toch voor ons dat heel erg die sociale crisis echt wel heel erg belangrijk is. Kom op 17 maart allemaal het stemhokje aan. Wat gaat u zelf stemmen? Nou ja, ik ga op mijn eigen partij stemmen. Maar op welke kandidaat van uw partij? Ik ga op mijn nummer 2 stemmen. Nummer 2. Ja. En als u 20 was geweest, had u dan ook op de nummer 2 gestemd? Nu ik hem ken wel, ja natuurlijk. Ja, dan had ik ook op mijn nummer 2 gestemd, ja. Maar als u... Want toen bestond 50PLUS nog niet, hè? Dus nu wil je weten op wie ik stemde toen ik 20 was. Dat ben ik nou heel benieuwd. Ja, ik heb altijd op D66 gestemd. Ja. Oké, nou dat is ook goed om te weten, denk ik. Ja. En dan eigenlijk de laatste vraag is een beetje een hele leuke. Ik zie nu die vreselijke foto inderdaad. De studententijdfoto, ja. Dat was ik al bang voor, dat was hip toen. Ja. Heel erg, ja. Ja. En die rare oorbellen, zie je dat? Van die grote knoppen waren toen ook in, ja. Geeft ook weer een mooi beeld hoeveel er kan veranderen. De laatste vraag die wij hebben, en dat, we gaan namelijk ook een award uitgeven. Voor welke partij er het dichtst bij zat en welke er het allerverst vanaf zat. Mm. En dat is namelijk, hoeveel zetels denkt u dat 50PLUS gaat krijgen? Nou, ik heb elke keer gezegd tussen de 7 en de 10. En als dat niet lukt, dan eet ik mijn schoen op. Ik heb dus alvast een chocolade schoen gekocht met Sinterklaas. Want ik dacht, ja, je weet het maar nooit. Maar ik denk, als ik reëel ben, dan denk ik dat ik ga voor 4 tot 5. Ja. Oké. Nou, heel erg bedankt voor uw deelname aan Studentenstemwijzer. Graag gedaan. En jullie bedankt. Ook voor je tijd. En een heel mooi gesprek. En ik denk dat ons publiek er ook heel veel aan heeft gehad. Ik vond het heel leuk. Dankjewel voor de uitnodiging. Ja. Nou, dat was hem, denk ik. Thank you.